Welke lengte moet die speurlijn hebben? Lange lijnen zijn er in verschillende lengtes tussen 3 en 15 meter. Dus ik begrijp heel goed dat deze vraag me regelmatig gesteld wordt. Met de informatie uit deze video kan je makkelijk zelf bepalen met welke lengtelijn je met jouw hond wilt gaan speuren. Ik ben Sam van Passie voor Honden. Ik help je aan een heerlijk leven samen met je hond. En het gebruik van de juiste lengtelijn is fijn voor jou en voor je hond. Als je nog niet eerder met je hond gespeurd hebt, is het een kwestie van inschatten hoe vlot jouw hond van start zal gaan. Verwacht je dat je hond als een raket aan het speuren gaat en het spoor in een hoog tempo uit gaat werken, dan heb je meer lijn nodig dan wanneer je verwacht dat jouw hond kalm en secuur onderweg zal zijn. Het tweede aspect dat meespeelt is: hoe handig ben je met die lange lijn? Als je nog weinig ervaring hebt met lijnvoering, dan zou ik voor de vlotte hond de lijn van 5 meter gebruiken en voor de rustige hond de lijn van 3 meter. Heb je voldoende ervaring en ben je handig met de lijnvoering, dan zou ik voor de vlotte hond de lijn van 10 meter gebruiken en voor de kalme hond zou ik met een lengte van 5 meter werken. Met deze lijnen kun je in bos of buitengebied heel prima uit de voeten. Als we in de woonwijk of op een bedrijventerrein trainen, maak je maximaal gebruik van een lijn van 5 meter. Dit heeft vooral met de veiligheid te maken, omdat daar natuurlijk verkeer kan zijn. Kom je voor het eerst naar een speurtraining van Passie voor Honden, dan kan je altijd een lange lijn van me lenen. Op die manier merk je vanzelf welke lengte voor jou en je hond prettig is. In deze video deel ik beelden met je van Cato die spoortjes in de woonwijk uitwerkt. Ik maak daarbij gebruik van een lijn van 5 meter.